talentvolle atleten hier uit het land. En die komen door in een tijd van 11 minuten en 21 seconden. En dat zijn wel mooie namen. Hier 11 minuten, dus of klopt dat een beetje, 11 minuten? Ja, ik heb het genoemd toch? 11 minuten 21 is mooi. Reclametje met snuivering zijn die twee mannen die elkaar in evenwicht houden. En als we dan kijken naar die Pjarel Derksroep, Steging, Bramco van Minne. Dat zijn die mannen die lopen zo'n 20 seconden achter de koplopers. Wat ik al zei, met die Robin Klamer die al sowieso erg sterk is. Jonge talentvolle leed vorig jaar bij de junioren kampioenschappen goed in vorm. Derks goed Steging. En als we met 711 kijken, ja, dan kun je gewoon zeggen dat dat een vakman is. Dat is Daan Schouten. En die komt uit dat schitterende Almelo. Daar kent u allemaal de voorstad van Aardorp. Hè? En dat is wel een mooie start. 12 minuten en 15 seconden. En dat is goed. Kom jij ook met Almelo? Mooi, hè, voorstad. Jongens, dat zijn de kleuren van Ivitos. Het publiek staat aan je hand, hè. Dat kun je merken, want dat is niemand minder dan Wibo Averkaarten. En Wibo Averkaarten, ja, dat is een man, daar kom je voor naar het stadion. Dat mag heel duidelijk zijn. En als we dan kijken, of die mannen is natuurlijk door de wind. We hadden al mooie tijden, maar als ze een 11 minuten doorkomt, dan zal het anders gaan worden. Zit daar ook Bart Witacht bij. Daar zit Remy van Beek. Kort doorkomt op 12 minuten. En dat zijn natuurlijk wel hele mooie tijden hier zo. Want de winter is meedogenloos. Dat mag duidelijk zijn. En als we dan kijken met nummer 6, Remco Muurling. Goed gedaan hoor. Dat is ook de man die uit dat schitterende losser gaat komen. En hier hebben we niemand minder dan ze was vroeger toen ze niet getrouwd was. Even rechtdoor naar de blauwe matten. Oh, snuiveringtje. Je man ligt aan de kop, hè? Is mooi. Het is mooi. Een man die ligt, dat is snuivering, dat is Nijhoffje. En dat is goed als Malin doorkomt, hoor. En die doet dat in 13 en 15 minuten. 13-15 hebben we hier nou genoteerd. Dat zijn natuurlijk wel 11-21. Zij ligt zo'n kleine 2 minuten achter haar man. En dat, die man kan natuurlijk, het is ook wel winderig weer. Je kunt zijn poepie laten ruiken vandaag, hè? Zeker zo met de paasdagen. De klok staat op 13 minuten en 40 seconden. We hadden vorig jaar dus die Wouter Doesburg met die Thomas Doesburg en die Robin Klaan. Herman. Eerste rondjes meer dan 3 kilometer. Oh, is niet zelf. Telefoon gevonden van André Oudevrieling. En je kunt hem opbellen. Orde ophalen in het raadhuis. Is mooi, hè? André Oudevrieling, jouw telefoon ligt in het raadhuis. Oftewel het praathuis. Dat kan ook. Nog even dit zeggen. Ik was even in de veronderstelling dat zelf de rondjes waren, maar het was 3 kilometer, dus 11 minuten. Wat doet de man met nummer 687? Kan hij laten zien dat hij bij de allerbeste hoort, hoor. En dat is natuurlijk wel een mooie prestatie wat hier gaat gebeuren. Kijk, daar komt die Johnny Rauwer aan. We hebben ook de tweede vrouw in de wedstrijd zitten. Thomas Schuitenmaker en Michael Bloemen en Tristan Loskamp. Dat waren de mannen die net gepasseerd zijn. Maar we hebben natuurlijk wel met 696. Gaat natuurlijk tempo maken. Is dat die Friso Roeleveld? Friso Roeleveld, goed hoor. Zit die Johnny en Chantal Wiggers. Nou ja, als we het over Wiggers hebben. We hebben natuurlijk die hele familie Wiggers uit Hengelo van Marathon Pim Mulier. Zijn in vorm. Broer en papa zijn vandaag hazen. En de man met nummer 615. Ja, dat is lekker. Is dat Lex Pietersen? Ah, Lexie Pietersen. Wat doet die 6? Wat doet die Fred Diele? Hij gaat zijn kledingstukken uitgooien, hoor. En dat is het. Maar de 712 is de derde vrouw op dit moment als ze doorkomt. En 712 zou dat Suzanne Veldwijk zijn. Dat zou maar zo kunnen. 712 Suzanne Veldwijk. En dat is wel mooi. Nog even, vorig jaar hadden we natuurlijk hadden we bij de vrouwen 1828. Waar een doorkomst van 13 minuten. Kortom, we gaan het zien wat er gaat gebeuren bij de mannen. Hij is wel mooi, hè. Je zou hem zo een warm applaus geven, toch? Zo'n jonge, talentvolle atleet. 619 Sam Veenendaal van Ivitos. En hij is in de 21ste eeuw geboren, in 2002. En dat is goed hoor, als je hier met 692 doorkomt aan Arnoud Hurekamp. De wind waait uit diverse hoeken en dat is wel mooi hè. Als je hier zo doorkomt met 672, is die hele sympathieke atleet, mag je zeggen, is er Sophie Pietersen. Zij komt uit Enschede, waar 17 april die schitterende marathon is. En ik vind dat sowieso.
We hadden natuurlijk het NK in Oldenzaal voor een weekje terug. We hebben de marathon van Enschede 7 april. We hebben de halve van Engelo. En natuurlijk de 19e drie landenloop. Maar zullen ze blij zijn daar in het buitenland als die topatleten doorkomen van de 25 kilometer. 625. Hij is Richard Bonninghoff, loopt door in 1628 en krijgt de bal. Tion, Twente is onze naam. En dat is wel netjes, toch? Als we is dat Petra Visser. Jongens, we gaan Michiel Snuvering binnenhalen. En dat doet hij fantastisch, deze man. En hij doet het in een mooie eindtijd. Hij gaat je noteren een tijd van 16 minuten en 50 seconden. Dat is de eerste plaats voor Snuvering, 16:50. En als we dan Klamer krijgen, hij was vorig jaar derde in 16:57. En hij doet het nou in 16:58. Dan hebben die mannen een mooie wedstrijd gelopen, hoor. Dan mag je zeggen, Snuvering, jij pakt hier gelijk de gouden plak op tweede paasdag. De P van Pasen, de twee van prestatie. En dat is goed, hoor. Dit is een prima prestatie van deze Snuvering. Maar die Klamertje ook weer goed. Hij was hier dit jaar al goed, natuurlijk, wat ik al zei. In die dinkenloop die hij won. En hij pakt zelf. Wat zeg je? Ja. Is dat 694? Dat is op de 10 kilometer. Nee, sorry, 694. Branko van Minne, dat wou ik zeggen. We hebben Leonie, hier is door. Branko van Minne, 1728 is daar voor het podium. Goed gedaan hoor. Als we kijken met nummer 671 is Harald Derks. Harald Derks, ja, die gaat daar finishen in 1746. En dat zijn wel mooie prestaties, hè, van deze man. De losse loopt goed en dan heb je hier de handschoenen kun je uitdoen, hè. Die heb je meestal aan als Elfstede toch er is, toch? Hè? Ook, dat kan dat. Kenneth Mills gaat krijgt een bel. We hebben Henry Wansjes en we gaan naar 711 kijken. Is dat Daan Schouten? Daan, jij noteert de tijd van 18 minuten en 12 seconden, hoor. En dat zijn natuurlijk ook de hele mooie prestaties. We hier kijken naar die schitterende atleten, die meiden houden elkaar in evenwicht, die dansen hier over de kasseien, mag je zeggen. Gisteren was het weer om Gent en als we dan kijken naar de finish, dan moeten we ook zo dadelijk kijken, komt Marleen Snuvering binnen, 670 is hier Bad Wittag. Oh, Badje Wittag, hij gaat hier naar een tijd van 1839 en dat is wel mooi, hoor. Ivitos gaat hier binnenkomen en Ivitos met Leloos is door. En als we dan kijken naar deze mannen. Nou, even kijken. Ik had niet op de nummer gekeken. Maar nou, die mee op. En met 691, ja. Dan, die kennen we allemaal natuurlijk, hè. 691 is die hele mooie persoon. Die niet op het lijstje staat. Maar die kennen we eigenlijk wel. 618 is dat Angela de Bergen. Ah, Angela de Bergen in topvorm, hoor. Dat is goed. Dat is dan Linda Perenboom. En als we dan kijken naar 800 en 655, Remy van der Beek, jij finisht hier in de tijd. Jongens, we hebben nog 30 seconden beneden de 20 minuten. Dat is die magische grens wat Remco Muurling gaat doorbreken. Want die komt in 1926 binnen. En dat is een mooie eindtijd. Ik weet niet of Snuvering me kan horen. Want we hebben natuurlijk een tijd van 1937. En ze moesten dadelijk binnen. Oh, daar komt ze hoor. Daar... En als het goed gaat, dan komt ze ruim met de vingers in de neus. Komt ze binnen die 20 minuten. Dan hebben we twee keer goud naar Hengelo. En dat is mooi. Ahaha, 19. En 51 seconden noteren. 1951. Zij is precies 181 seconden minder snel dan haar wettige echtgenoot. En dat is wel mooi, toch? Gefeliciteerd, meisje. Was het in Haaksbergen zilver? Hier pak je gewoon goud. Op een hele mooie. Dit is een mooie winderige overwinnaar, hoor. Het winderige slaat natuurlijk op de buitenwind. En dat is goed, hoor. Als we binnenkomen. Dan hebben we Snuvering, Snuvering. Kunnen we goed onthouden als volgend jaar de 20e editie is. Maar de Corine Fieselier is doorgekomen. Hans Dap, dankjewel Hans. Hansje Dap gaat binnenkomen in een tijd van 20 minuten en 26 seconden. En dat met een zuidwestenwind. En dat is windkracht 5. En dan flits je binnen. En met nummer 612, dankjewel Michael Bloemen. Michael, bedankt, hè. Ah, Michael, is dat de man uit Losser, hè. En die moeten we in de gaten houden. Want dat is een hele sterke atleet. Wordt dat Tristan Loskamp komt binnen. We hebben daar Nicky Visser binnen. Zijn mannen allemaal nog onder de 21 minuten.
En met een beetje fantasie, ja eigenlijk helemaal niet, de wind neemt alleen maar toe, hè. Ja, meisje, hou je stevig vast aan de hek, hè. Want wiet waait weg, zou je kunnen zeggen. Odette Kuiper, Lidie Westerbroek, Jan de Bokker, succes in die laatste ronde. En Peter Bening is daar volgens mij binnengekomen, toch? We gaan het zien als ze hier lekker elkaar in evenwicht houden. Lonneke Beumer, Bette Breumer, daar zit Mandy Friedrich bij, Janneke Fischelier. Nou, dat zijn toch namen waar je voor naar stadion bent gekomen, hoor. En dat is goed. We moeten natuurlijk ook kijken op die 33-28, want dan zit daar die 5 minuten af, dan zitten we op 28 minuten. Zou dat die Van der Molen nog in kunnen schatten, straks die tijd daarop kunnen brengen? Op die? Zou hij die tijd daar ook op kunnen zetten op dat klokje? De 10 kilometer tijd? Ja, ik weet niet of dat technisch kan vragen of straks. He? Dat zou mooi zijn. Dan hebben we dat die tijden, dan hoeven we niks om te rekenen. Ja, de 10 kilometer, daar moet natuurlijk... 10 kilometer. Daar moet 5 minuten af, hè? Ja, als je hem er straks op wilt zetten, dan kijk ik daar wel op de rest. Toch? Ja, het applaus. Jongens, was Marcel Krikke? En Marcel Krikke, Robby, dankjewel jongens, Johnny Rauwer. Johnny, 22-18 wordt er voor jou genoteerd. En als Marcel Krikke, en het is maar goed dat Herman er is, die is oud-Nederlands kampioen bij de 400 meter. En dat zijn atleten met een beperking. Dat noemen ze ook de G-atletiek. Maar dan is die Krikke goed gedaan, man. Als oud-Nederlands kampioen. Hè. En dat is mooi. Als je een gouden medaille boven je bedje hebt hangen, dan slaap je bijna niet. Hè. Of je slaapt juist heel goed. En dat, want Joost Voetenmelk zei altijd, de Tour win je op bed. En dat is wel mooi. Hè. Dat, jongens, geef ze maar een mooi applaus. Hè. Kan ik dat nummer ook zien, jongens? Wat staat er van nummer op? 665, dan moet ik... Is dat Lies Klein-Goldenwijk? Liesje Klein-Goldenwijk. En daar komt een man met nummer 613, komt aan. Je mag een applaus geven. Dat is die Sander Langkamp, als ik het goed zag, hoor. Dat is wel mooi, als ze hier zo doorkomen. Deze fantastische atleten. Wat doet de man met nummer 664? Is het Roy Huthuis? Roy Huthuis. Wat ben jij toch een fenomenaal atleet, hoor. En daar zijn we ook met 658, moet je zeggen. Dat is die Remco Harmsen. En die Remco Harmsen die komt ook bij dat schitterende Nederland. En die gaat nog. Jongens, zijn dat atleten van het Losserhof? Zal het Losserhof, hè? Dan kunnen we zeggen van het Losserhof natuurlijk dat dat een fantastische organisatie is. Want die bestaan natuurlijk volgend jaar, als ik een goede 50 jaar is, klopt dat? Zoals ik dacht het wel, als ik het ergens opgeschreven had. Want dat is natuurlijk wel een hele mooie... volgend jaar 50 jaar hoor. Daar zijn 363 bewoners en 700 medewerkers staan zo op het Losserhof. En dan mag je zeggen dat Joyce Jacobs is de regiomanager. En dat is dan mooi, hè, als je hier in de gemeente Losser woont. Meiden, jullie doen het goed, hè? Ja, grensoverschrijdende prestatie. Sophie Petersen gaat vinden ze. Angelique Geels en Inge Urenkamp krijgen de bel. Janneke Brilman is weg. Maarten Katier is onderweg. En dat zijn namen die zien we straks terug in de uitslagen van de 19e editie. En natuurlijk heeft Wiebo Haverkatten een tijd genoteerd van 24 minuten en 31 seconden. En dat is natuurlijk allemaal geregistreerd. 625 Richard Bonninghoff. We gaan kijken hoor. Daar moet, jongens, de 10 kilometer zit op 31 minuten en de 15 ook. Hè. Dat zijn natuurlijk de atleten, die 10 en die 15. Dat moeten we in de gaten houden. En de 10 kilometer, we gaan zo dadelijk de klok gaan we zo dadelijk op de 10 kilometer zetten. En dan proberen we hier die 12 minuten eraf te doen. Petra, zal ik jou feliciteren met 25.03. Jij hebt laten zien dat jij een echte tukker bent, hè. Je komt zo makkelijk binnen en dat hartje gaat zo lekker van rikketikketikketik. Als je 32 minuten daar op de klok zet. En dan zeg ik 10 kilometer tijdens dat nu. Want daar hebben we natuurlijk, ja. Met nummer 650. En als ik de snelheid zie van Johan Rothuizen, dan had hij wel een behoorlijke snelheid toch, hè? In die laatste meters, in die tijd van Johan 25. Wendy komt binnen in 25-28 en dat is goed hoor. En de organisatie is in vorm, hè? Als we hier zo zijn. De klok van de 10 kilometer, 32 minuten. Dat is mooi werk, meneer Van der Molen. Hoeven dat niet terug te rekenen van die 10 minuten, daar vergis je dan in. En dan komen ze straks binnen, 10 kilometer, 32 minuten.
kunnen we daar natuurlijk van zeggen. En we hadden vorig jaar, die Thijs Teunissen, die liep 34-36. We horen misschien wel aan Riekes Lensen, wie aan de 25 kilometer nog steeds... Is dat nog steeds Lamco-Hulzenbos, hè? Hoeveel? Lamco-Hulzenbos heeft na 38 minuten 300 meter voorsprong. En als we dan kijken, dan gaan we eens opmaken naar die 10 kilometer. En dan kunnen we natuurlijk ook zien dat, René Stokvis. Hij gaat hier een mooie tijd neerzetten, hoor. En hij doet hij een tijd van, nee, van 33 doe ik het ervoor. Misschien is het wel een 33-32, maar dan moeten we kijken, als we hier kunnen kijken wat we kunnen noteren van deze schitterende René Stokvis. Ja, die komt hier mooi binnen, 33-31 zie ik zelfs hier op de klok staan. Maar als we 33-31 doen, op die 10 kilometer, dan is hij natuurlijk hier een minuut en 5 seconden sneller dan vorig jaar Thijs Teunissen. En dat zijn natuurlijk wel de mooie wedstrijden hier zo met deze Stokvis. En ik had het al gezegd dat die Stokvis natuurlijk in een uitstekende conditie is. Hij was vorige week al in Haaksbergen, liep hij naar een schitterende eerste plaats op de 5 Engelse mijl. En hij behoort natuurlijk bij de crème de la crème van de atleet, hoor. Dat is goed. Als we kijken, hier heb ik de officiële jongens, we gaan kijken naar Doesburg. Ja, gaan we finishen. Dat waren mannen die natuurlijk vorig jaar op die korte afstand al goed waren. En naar 34-30. En dat is goed, hoor. Wouter Doesburg. Hij gaat hier na 34 minuten en 30 seconden. En de man uit Rekken. Ik denk dat hij ook getraind wordt door de wedstrijdleider hier vandaag. En dat is netjes, hoor. Als je binnenkomt, Doesburg en de Stokvis. Dat zijn mannen met een statuur waar je u tegen zegt. En als je dan 244 en je hebt dan als je, jongens, wat er ook mag spelen, laat het vooral de kinderen zijn op een zitje en dan zorg je voor een goede jasbeschermer, hè. Zodat ze niet een beetje tussen de spaken krijgen. Ah, is mooi, hè, 691. Hij gaat hier zo dadelijk natuurlijk, is niet op het lijstje. Kijk, ja. Ah, dat is dat Remco ter Hos komt daar binnen. Daar komt Massing Oosterburger binnen. Daar komt Angela ter Bergen binnen. Allemaal in 28 minuten. Aha, Teunissen. Hij komt hier, Thijs Teunissen. Hij wordt derde bij die mannen. En hij loopt de 35. Maar als je dan Stokvis hebt en je hebt Doesburg en je hebt Teunissen. Ja, dan heb je natuurlijk wat in huis, hoor. Dan heb je een mooie uitslagenlijst. En die staan vanavond natuurlijk allemaal op de site van uitslagen.nl. En als we dan kijken naar die schitterende atleten op die 10 kilometer, Thijs Teunissen, hij liep vorig jaar, was hij winnaar in 34-36 en hij loopt vandaag, loopt hij 35-26. Hij is 50 seconden minder snel dan vorig jaar, maar Thijs Teunissen heeft natuurlijk een mooie staat van dienst hier opgebouwd, hoor. Daar kom je voor naar het stadion. En als we kijken naar Caroline Haring, is gefinished ruim onder de 30 minuten. Want zij noteert een tijd van 29 minuten en 5 seconden op de 5 kilometer. En dat is natuurlijk wel heel mooi, hoor. 10 kilometer. Ook hebben we straks de 15 kilometer. Die kunnen we natuurlijk, daar moeten we even in de gaten houden, hè. Over de 15 kilometer. Wat kunnen we daarmee doen? Kunnen we daar straks ook een tijd voor opzetten, de 15? Kunnen we straks doen, hè? Is dezelfde tijd. Oh ja, die loopt gewoon door. Ja, dat is al die gelijkheid. Is dat maar 608? Is dat Marloes Bakker? Marloes, wat mooi is dat, hè? Als hier vanochtend de warme broodjes uit de oven gebakken. En hier vandaag naar een mooie eindtijd. Caroline Haring naar 29.05. Marloes Bakker naar 29.36. En Niels Roesing naar 29.47. En als we dan kijken naar meiden. Jullie hebben je niet laten verrassen door de wind, hè? Ja, het grote zeil is op. Annelie Alderikering, Caroline Vizelier, Suzanne Huls, Jolien Akkerman en Marjolein Klok. Zo jongens, daar komt Klamer aan. Ja. Robin Klamer naar een tweede plaats. Maar hier Marcel Klamer behoort bij de crème de la crème natuurlijk. Hij wordt eerste man bij de mannen. Marcel Klamer, die wordt hier wel mooi binnengehaald met een mooie tijd, mag je zeggen, van 37-13. Die deed Paulsen zit daarbij met 37-16 en Hans Mulder naar 37-18. Ja, dan heb je natuurlijk hier wel mannen. Dit is de 10 en de 5, dit waren de mannen van de 10 kilometer. Als er straks atleten binnenkomen die een stapnummer hebben die met een 2 begint of met een 3, dat zijn de 15 kilometer lopers, hè. Dus dat moeten we even in de gaten houden als we die even zien.
Ik weet het, daar ben ik niet meer. Sorry. Ja, het nummer zich even niet op nummer gegeven, staat kilometer toch? Ja, 15 kilometer kan niet. Ja, dat kan wel. Maar dan moet je net zoals die Belgische meiden, dan moet je een motor in je schoenen bouwen. Hè? Dan moet je net zoals die wielrenners. Dan doe je een motor in je schoen, dan loop je misschien wel die hele 15 kilometer. Nee, is te mooi om waar te zijn. Het wereldrecord trouwens op de 15 kilometer is 41 minuten. Komen daar jongens, Marieke Bouwhuis en Jan ter Broekem en Lidie Bekkenbroek, die zijn al binnen. En als we dan kijken naar Herman, staat binnen, daar zit Douwe Intema bij, daar zit Janneke Vietelier bij. Ja, dat zijn natuurlijk wel namen waar we met veel respect uitspreken. Goed gedaan hoor, Bertel Beumer en Lonneke Beumer. De been van de beste prestatie ooit op Tweede Paasdag in dat schitterende Twentse land. Meiden, dan moet je zeggen, en je haar zit nog lekker strak op de kop, hè. En dat is mooi, dat waait er zo lekker doorheen. Al staat Tietja Schuitenmaker, Dominique Rutte en Marieke Linderschot zijn binnengekomen. Die noteren een tijd van 32 minuten. En dat is wel goed hoor. Je kunt beter in losse lopen dan op het IJsselmeer zitten. Want hier is het publiek ligt aan je voeten. Marieke Linderschot is binnen. Maar Sonja Hommels, dankjewel Sonja. 32 minuten, 32 hè. Dik tevreden. En dat kun je ook zien aan het gezicht hè, wat ze tentoonspreiden. Maar dat ziet er natuurlijk heel goed uit hoor. We hebben met nummer 407, ja, daar zit Joop Vriend bij uit Enschede. Goed gedaan, Joop, je vriend hoor. Dat zijn natuurlijk de mannen waar we voor naar stadion komen, Ivitos-atleten. Is dat Marcel? Ja, 600. Is dat die oud-Nederlands kampioen, jongens, op de 400 meter die Marcel kreeg, hè? Hahaha, daar kan meneer Barens nog van genieten, hè? Heb je gisteren nog genoten van dat wedstrijdje Gent-Wevelgem? Ja, ik heb het niet gezien gisteren, hoor. Sagan, ja, dat is ernstig, hè? Ja, dat is altijd wel geweest, hè, die motoren in die wedstrijd. Altijd link. Als je zit te kijken op televisie, dan denk je, hoe gaat dat goed? En dat gaat niet altijd goed. Dat is inherent aan die linker wedstrijd. Jongens, Ria Acht is binnen. We hebben Eva Visser binnen. Bram Zwiers. Hij komt uit dat schitterende Oldenzaal. De boefkool is nog langer niet los. Maar hier zijn ze losgeslagen met de wind. Kracht 5 uit de Zuid. Lammers, wat ben jij toch? Wat ga je gaan zeggen, jongen? Noah en Miss en Liz. Miss en Liz, jongens. En Noah, daar komen ze binnen. Liz en Miss. En daar komt Mees en Liz en Noah. Dat is uit die schitterende atletiekclub, mag je zeggen. Dat zijn atleten. Ze gingen weg op 35 minuten. En ze komen in 34 minuten binnen. Ah, Henkie Lammers, wat fantastisch heb jij dat gedaan. En dat is goed hoor, wat hier gaat gebeuren. Maar die Matenkat hier. Hij is ook de man die ruim onder de 35 minuten binnenkomt. Dit zijn natuurlijk wel de atleten waar we voor naar het stadion zijn gekomen in Losser. Mag ik zeggen, als hier met 404C André Bosgraaf, wordt gedaan André Bosgraaf hoor, ook die 10 kilometer is natuurlijk goed. Hebben we 41 minuten staan. En als we dan kijken naar die 45 minuten, 25 kilometer is 46 minuten. Dus die zijn nog even onderweg, mag je natuurlijk zeggen. Maar dat parcoursrecord, dat moet natuurlijk nog wel verbeterd gaan worden misschien. Wat kan die? Het was 1.23.58, dat is het. Kijk wat 457 doet. Wat 457, dat is Ruben Lupkeman uit Lossen. Goed gedaan Ruben hoor. Die is al in die 42 minuten. En natuurlijk ook de vrouw Mercedes. Janneke Brilman, bedankt Janneke. En Brilman is mooi hè. We hebben het openluchttheater van de Brilmans Dennen. En daar hebben we straks ook Ro en Hees, hè. En daar hebben we Dennenrock. Kortom, in Losser moet je zijn. Vrouwtje Poort. Is goed gedaan, vrouwtje, hoor. 35 minuten. Lekker gefinished. Wat je niet opgeeft, kun je niet verliezen. Dat kun je nooit. En dat is goed, hoor. Als de medailles omgehangen zijn. En dan zien we natuurlijk met een hele blije Renate Asbreuk. Renate, wat heb jij een mooie medaille om, hè? Ah, die staat zo mooi. En met nummer 424 is dat Marco Lokos. Wat doet de man met 600
Hier staat Remco Harmsen. Remco. Ja, daar is hij binnengekomen. En dat doet hij met veel favuren. Want hij laat de klokken stilstaan, die Harmsen. Op 35 minuten en 53 seconden. Dat is zijn beste tijd ooit gelopen op tweede pasdag in de 21ste eeuw. Nou ja, daar kom je toch lekker mee binnen, toch? Als Jopie Munzeman jarig is. Weet je wie vandaag ook jarig is, jongens? Zij kan ook een feestje bouwen, Angelique Geels. Is dat mooi, hè? Angelique Geels hier vandaag op tweede paasdag naar een eindtijd van 36 minuten en 19 seconden. En dan gaan we naar de 10 kilometer, hoor. Hebben we met nummer 458, hebben we natuurlijk René Sterren. Bedankt, René. Hij is wel een van de snelste mannen uit Lossen, hè, die René Sterren. En met nummer 487, Eline Vollebroek, die laat hij de klokken staan op 43:40. En dat is 43 minuten, waren 33 minuten op de 10 bij de mannen. En 43 hebben we Eline Vollebroek. En zij is van Ivitos, de organiserende vereniging hier op de 10 kilometer. En dat is natuurlijk een hele mooie prestatie van Eline Vollebroek. We hadden bijna... Wij hadden vorig jaar hadden we 41 minuten Vanessa Lorkius. Maar hier vandaag bij deze schitterende Eline Vollebroek. Mag je zeggen, ze had de wind vol op het lijf staan. En met 433. Ja, dan gaan we natuurlijk kijken als hier Wouter Meijers. Wouter, jij bent de snelste man uit de provincie Utrecht, hè? Is wel mooi, hè? Als hij die mooi. Hij komt uit Vleuten, onder de Leidse Rijn, mag je zeggen, met 437 Maarten Vaneke. Maarten, daar staat Zwolle achter, maar je zou een, toch een lossenaar kunnen zijn? Of is hij geen lossenaar? Ik weet niet of hij ja of nee knikt. Vaneker is een echte losse naam, toch? Denk maar aan Annie Vaneker, hè? Een van de topatleten uit die stal van Ivitos. En dat is wel mooi, hoor. We gaan zien hier zo naar de man. En we moeten, ondanks de wind, hebben we wel droog weer, hè? En dat is wel lekker. Want we hebben natuurlijk Ronald Snippers weer. Ronald is ook van die mannen uit Lossen in 44:56. En dat is natuurlijk wel mooi, hè. Die Maarten Vaneke, die liep vorig jaar 47 minuten. Dus met andere woorden, die is 4 minuten sneller dan vorig jaar, hè. Die Maarten Vaneke. En dat is wel goed. Want toen was hij 25ste in het totale klassement op die 10 kilometer. Nou ja, kortom, kijk, dan heb je nog een idee dat je in een kleine afdaling zit. En dan loopt je kindje mee, hè. Ah, dat is mooi. Hij zwaait zijn vader de finish over. En dat moet denk ik wel zijn. Is dat Ivo Dossi? Dat zou maar zo kunnen, hoor. Ivo Dossi, hij komt uit Lossen en hij doet eerst 45 minuten en 32 seconden. Eerst voor Suzanne Wanneer heeft ze alle mooie medaille om haar atletische lichaam geborduurd. Want dat heb je verdiend na zo'n mooie prestatie, toch? Volgende week, jongens, kun je zaterdag lopen een halve marathon in Ommen. En een halve marathon in het Fanny Blankenschoen stadion. Joris Leven, dankjewel. Joris, jij komt als tiende op die 10 kilometer binnen 6 en 17e plaats bij die mannen, 46:07. En dat is wel lekker, hoor. Meiden, dan loop je samen. Komt dat eindsprintje nog? Nou ja, daar komt dat eindsprintje. En wat voor een eindsprintje. Op weg naar Rio de Janeiro, mag je zeggen. Louise Grashoff. Oh, wat mooi is dat. Als je hier zo binnenkomen flitsen. Maar dat geldt ook voor de man op de lange afstand. Jeroen Verspuy op die 10 kilometer. Hij komt uit Bandheim en hij loopt een tijd van 46:43. We gaan het zien, hoor. Black Power hebben we hier. Jongens, bedankt, hè. Jullie hebben weer een mooie wedstrijd gelopen. Als we kijken, ja, dat is Sanna van der Akker. Dat is de tweede vrouw op de 10 kilometer. Dankjewel, jongen. En die loopt een tijd van 47 minuten. En het goud en het zilver blijft in het Tukkerse land. We hadden natuurlijk Van Rosser. En we hebben nu met Sanna van den Akker een tweede plaats. 46:59. Dank u wel. En dat is wel netjes, hoor. Doesburg en Teunissen. Dat is mooi. Als jullie vandaag weer genoten hebben van jullie geweldige inzet. Mooie sportmannen. Daar kom je voor. Hij komt nummer 3 aan op de 10 kilometer. Zou dat Christiane Reuters zijn? Ja, dat is Christiane. En die loopt een tijd van 47 minuten en 30 seconden op die 10 kilometer, hoor. Goed gedaan, jongens. Als ik jongens zeg, mogen jullie invullen dat het meisjes zijn, hè? Maar ja, whatever zou je zeggen. Daar wordt wat afgerommeld in Nederland. 15 kilometer,
heb ik al gezegd dat we natuurlijk moeten kijken. Hadden 49 minuten en 59 minuten. Mooie finish van René Besseling. René Besseling goed finishen. Gaat hier binnenkomen in die tijd van 48.03. En ik had al gezegd dat het wereldrecord ergens natuurlijk op die 15 kilometer, dat zal niet gelopen worden. Maar we hebben wel een parcoursrecord van 49.08. En dat gaan we zien of dat verbeterd gaat worden. Maar we hebben daar verder geen uitslagen van, geen tussenstanden. Maar wij maken ons op voor een schitterende finish. Want dat is het wel hoor. Dan kom je binnen en dan heb je je buddy heb je bij je. En dan kom je binnen hier en dan krijgt ze een staande warm applaus toch? Want wat je niet opgeeft kun je niet verliezen. En dat doet ze niet hoor. Is dat Manuele Zwiering? Ah, Manuele Zwiering, Marcel Zwarteveen. Ja, op de 10 kilometer hè. Peter Bening op die 10 kilometer. Maar dan mag je zeggen, die Teddy Godskalk en die Manuele Zwiering met hun tweeën lopen ze net even boven die 40 minuten. Dan loop je 8 minuten de kilometer en dan loop je hier vandaag een hele mooie wedstrijd. Dankjewel jongelui hoor. Dat is wel mooi als ze hier binnenkomen. Christiane Reuters die is al op weg naar het raadhuis. Zij is derde geworden bij de vrouwen. En als we dan kijken, dan moeten we natuurlijk ook zien dat gaat André Bosgraaf gaat zich douchen. Hè? Want die is al lekker binnengekomen. En als we zeggen binnenkomen, doet ook de man met 446, René Mensing. René Mensing, jij komt als 23e man binnen in een tijd van die hele schitterende 49-28. Wat heb ik gezegd? 15 kilometer, 49-08. Dus die Hasker, de man uit het Duitse gebied, ook in die drie landen provincies. Die houdt nog het wereldkampioenschap op zijn naam staan, althans in Losser. Hè. Beetje fantasie, mag natuurlijk kunnen. En dan moeten we kijken jongens, als daar een nummer aankomt met een 2 of een 3, dan gaan we naar de 15 kilometer. Mag ik Wouter Winkelos, Jurgen de Vries en Sandra de Vries. Want jongens, jullie zijn het snelste. Zijn jullie een echtpaar? Wat mooi is dat. Heb je haar al een zoom gegeven voor haar geweldige prestatie? Nou, heerlijk hè. Ah, dat is wel mooi hè. Als je de wind mee hebt en je hebt je vriend bij je, dan zeg ik tegen Jurgen de Vries en Sandra de Vries, dank u wel hè. Clemens, mag ik je danken? Clemens Volker, de man uit Losser. Mooi binnenkomen in die 50-26. En dan zijn we hopelijk natuurlijk op weg naar die 15 kilometer. Wie gaat vandaag? Er zijn 142 atleten gestart op de 15 kilometer. Waarvan 109 mannen en 33 vrouwen. Ja, dat is natuurlijk wel mooi hè. Als we hier kijken naar die 15 kilometer van die 49. Hoe was dat? Efraim Kuiper vorig jaar 54 minuten. Die 49 minuten was sterk hoor. 49 minuten. Bianca Mendering vorig jaar. Jongens, Herman, was Eline Vollebroek, dat was de snelste vrouw op de 10, hè? Maar dan had ik nog even vergeten te zeggen, want vorig jaar was ze hier ook en toen werd ze de tweede vrouw op de 15 kilometer. Dus die pakte vorig jaar zilver en die pakt dit jaar pakt ze goud op de 10. Toen was ze, ja, Bianca Mendering, die was er net even iets voor, maar er zat maar 38 seconden verschil in. Tony Punt is binnen, Bart Rikhoff is binnen, Clemens Volker was binnen en Erik van der Weert komt binnen. En dan hebben we Sierks, Haaksbergen, Enschede, Losser, Oldenzaal, De Lutte, Enschede. Allemaal op weg naar de marathon van Enschede op 17 april. Mag ik je danken namens de organisatie. Harry Mettinghoff is goed hoor. Als hij zo lekker binnenkomt. En dat geldt natuurlijk ook voor Martijn Steghuis. En dan hebben we ook Hengelo Overijssel. We hebben Oldenzaal. En de camera's gaan het werk doen. Hè? En dat is wel mooi hoor. Als ze staan. Nou kunnen die mannen. Dan wil ik even nog vragen aan de camera. Doet de camera zelf het werk of moet jij het doen? Want we willen de klok nog even voor de atleten en het publiek in beeld houden. Hè. Even kijken of dat kan, als jullie daar staan. Ja, ik kijk even naar de klok. Ik weet niet of jij... Blijf jij daar staan? Oké. Nee, maar dan kunnen ze de klok allemaal zien. Hè. Dat is wel belangrijk, toch, in de wedstrijd. Fotografie ook. Maar ja, het is een bijen. Komt erbij, hè. Of wordt er een film? Wordt er een film voor? Op SBS? Voor? Ivos? Oh ja, Ivitos, ja, is mooi, is wel mooi. Hè.
Ivy Tossen was ook de man die de olijftakken vroeger 700 jaar voor Christus weer in voor de winnaar zat. Zou hier ook een keer kunnen doen. Norbert, goed gelopen, hè? Ja, dat kun je zien, die Norbert Bruins, hoor. Dat is een man van het karakter uit Losser in 53 minuten. Is mooi, jongens. Ze maken ook een mooie... Ik ga je niet bestellen. Heb je hem goed stevig staan? Staat hij stevig op die driepoot? Nee, als het rukwinder zou zonde zijn. Als daar, snap je? Ja, je hebt er meer verstand van als ik, daar gaat het niet om. Maar... Is dat... Wat is het? Nee. De Joma-fabrieken, bakjes salade voor alle deelnemers, hebben dat vandaag gesponsord, hè? Niet onbelangrijk, hoor. 456, Nick Visserdijk, dankjewel, Overdinkel. Jongens, er was vorige week nog brand in Overdinkel, hè? Geblust door Fred Rutte, houttrainer van FC Twente. Mooi, hè? Jeugdbrandweer zit Fred Rutte bij, na het schitterende succes bij Feyenoord. Jongens, we moeten toch even kijken. 55 minuten. 55 minuten, zei ik. En als we dan naar die... Hoptestie? Oh ja. We hebben Lamco Hulsenbos nog steeds aan de leiding. Nog 9 kilometer te gaan. En dan gaan we toch wel kijken zo dadelijk ook naar die 15 kilometer. Als we een mooie lijst hebben. Dankjewel, Tjihu. En Nicole Kuipers bij de vrouwen is de vijfde. Ik zie u is vijfde bij de vrouwen. Nicole Kuipers komt als zesde binnen bij de vrouwen. Lopen 55, 25 en 75. En daar zit weer 5 seconden achter de man uit Lossen. Maarten Kuipers. Goed gedaan, Maarten Kuipers op die 10 kilometer. Goed gedaan, Maarten. Jongens, houdt in de gaten, stapnummer met een 2 of een 3. Dan gaan we de 15 kilometer. En dan gaan we fluiten van Herman. Goed gedaan. Jongens, we gaan ons opmaken voor die 15 kilometer. Want we krijgen hier natuurlijk binnen een van die snelle mannen. En als we kijken, dan mag je er nog omhoog, hoor. Met nummer 212 is Tjad.